Voilà, je pense que mon équipe a bien joué. On a eu beaucoup d'occasions de but. C'est un peu malheureux les deux buts qu'on encaisse. Mais allez, le public indirectement était content. Il préférait un 3-2 qu'un 1-0. Mais en tant que gardien, voilà, c'est dommage d'avoir encaissé deux buts, surtout à domicile. Ja, ik denk dat we tevreden mogen zijn met deze prestatie. Ik denk dat we van de eerste tot de laatste minuut proberen voetballen hebben. We hebben veel kansen gecreëerd na een zware verplaatsing op Galatasaray. We toch proberen fris voetbal te brengen, aanvallend voetbal. Oké, met de nodige risico's natuurlijk. Als je heel hoog speelt met heel veel aanvallende spelers, dan weet je dan dat ze gaan kuiten en dat ze misschien wel een tegengoal gaan maken. En dat is ook gebeurd, maar al bij al mogen we wel tevreden zijn, denk ik. Anderlecht est là offensivement, même si voilà, aujourd'hui on aurait pu en mettre 5-6. Surtout en première mi-temps, on a les balles de faire 2-0, 3-0. Et puis voilà, on sait que dans les contres, on est souvent malheureux. Et ils reviennent au score. Et à la fin, on a eu un but voilà, où on a un peu de malchance aussi. Ja, we hebben twee verplaatsingen gehad, twee keer gelijk gespeeld. Dus het is wel plezant om terug te winnen. En ja, op naar de volgende wedstrijd zou ik zeggen.